Alexander Djoufinitjaan heeft volgens de gewezen minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Gregory Rusland, condities voor de huidige regering geschapen om opnieuw met IAMGOLD aan tafel te kunnen zitten om betere condities uit de gouddeals te halen. Rusland die niet wenst in te gaan op de vraag of de huidige regering een betere gouddeal gesloten heeft dan die zijn regering in petto had, vindt dat er continu geleerd moet worden uit wat er gedaan wordt. Afgelopen vrijdag heeft de Nationale Assemblée met 33 algemene stemmen de gouddeal met IAMGOLD goedgekeurd, terwijl de deal met Surgold Newmont teruggestuurd is naar de onderhandelingstafel. We zijn nu op een bepaald punt beland waarbij we bepaalde condities kunnen afdwingen van de bedrijven. Maar we zullen verder moeten gaan om invulling te geven aan een aantal zaken, zodat we wanneer we een paar jaar verder zijn, nog meer kunnen halen door met welke regering, en we gaan ervan uit dat het een nieuw front regering zal zijn, nog meer uit deze sector zullen kunnen hebben. De key is dat we continu moeten leren uit wat we doen. Als we zeggen bijvoorbeeld dat we zijn begonnen in 2003 zonder ervaring op dit stuk, dan zie je dat er een ontwikkeling is waarbij je begint de controle op te voeren als regering. We zien dat we in 2007 een monitoringsteam instellen dat permanent controle moet uitoefenen op de activiteiten van IAMGOLD, waarbij wekelijks, maandelijks, continu informatieuitwisseling plaatsvindt tussen een team van de staat, een monitoringsteam, met in gedachte dat die zaak zich verder moet gaan ontwikkelen naar een volwaardig instituut dat uiteindelijk de controle op dit soort bedrijven moet gaan uitvoeren. Nogmaals, je ziet dat er een ontwikkeling is. Nu zijn we op het punt dat we de zaak verder moeten gaan uitbouwen tot formele structuren, zodat we op een gegeven moment inderdaad die instituten hebben die op allerlei facetten dit soort bedrijven kunnen begeleiden, monitoren, controleren. En dan praat ik vanaf de zaak met betrekking tot de belastingen, het milieu, de financieringsparagrafen, zeg maar al dat soort zaken die te maken hebben met het maken van winst en dergelijke, dat dat instituut zo snel mogelijk van de grond moet komen, want we hebben wel een voorloper gehad, en dat die zaken verder moeten worden uitgebouwd. Nogmaals, ik denk dat je continu in ontwikkeling moet zijn, en daar moet elke regering invulling aan geven. Ik herhaal, wij als New Front hadden een aantal vraagpunten en die zijn naar onze mening niet naar tevredenheid beantwoord, waardoor we dus ons moesten onthouden van stemming. We hebben veel geleerd, maar we zijn ook verrast met het gedeelte van area of interest. Waarom heeft u ons dit allemaal onthouden? Want het lijkt alsof we nu bijna in een valstrik zijn gelopen. Nou, het stukje van area of interest hadden wij niet. Toch? En we hebben dat gevolgd en we hebben ook aan de regering aangegeven dat wij ernstig onze bedenkingen hebben over dat stuk. Je weet dat is aangehaald in de assemblee en ik ben er bijzonder blij mee om te zien dat wat dat stukje betreft er belangrijke leden ook in de coalitie zich konden scharen achter dat idee dat dat niet goed was in die overeenkomst wat erbij is gekomen op de conceptovereenkomst die we in 2010 hadden. En dat dat eruit zou moeten gaan. Wat we zien is dat de onderhandelaars, de regering, een situatie heeft gecreëerd waarbij als we praten over het bestaand recht, waarover de mensen exploitatierecht willen verwerven, als we dat bekijken, dat gaat om 17.000 hectare ongeveer, dat men daar buiten een areaal heeft gecreëerd, de zogenaamde area of interest, 600.000 hectare voor Newmont, waarbij het bedrijf exclusieve rechten zou hebben. Dat betekent het bedrijf, wanneer zij willen, gaan zij daar, en ze hebben voorrangsbehandeling, een voorkeursbehandeling op elk ander bedrijf of individu, dat daar exploitatie of exploratierechten wil verwerven. Wij merken dus, we zijn verheugd daarom, dat we bijval hebben gehad van ook coalitieleden en dat de regering serieus daarnaar heeft gekeken. Maar dat de regering heeft aangegeven
dat het stuk van de exclusiviteit eruit wordt gehaald. Maar dat nog steeds een area of interest geldt. En de vraag is, wat beoog je daarmee? Want als het inderdaad niet zo is dat er een bepaalde exclusiviteit geldt naar het bedrijf toe, waarom laat je het dan in de overeenkomst? Dat betekent dat op basis daarvan, je zou kunnen zeggen van, dan halen we het uit de overeenkomst. En dat geeft ons als staat de mogelijkheid om elk moment wanneer er een interessant gebied komt opduiken, opnieuw te gaan onderhandelen daarover. Als je nu die area of interest definieert en eigenlijk het bedrijf de verwachting geeft dat ze erover kunnen beschikken zonder problemen, dan is het deel van een bestaande overeenkomst. Hij weet niet wat de ontwikkelingen in de toekomst zijn, zodat Suriname er meer voordeel uit zou kunnen halen. Nogmaals, we vinden dat we daarover nog beter geïnformeerd zouden moeten zijn. Als je kijkt naar IAM Gold, daar geldt hetzelfde. U kent het, de discussie met betrekking tot onze nationale luchthaven, Colakreek, zeg maar verschillende dorpen in de omgeving en dergelijke. Wij hebben ernstige zorgen, ja. Want als je dat laat, nogmaals, wat is de reden als je die exclusiviteit eruit haalt, dat je het niet volledig kan schrappen uit die overeenkomst. Als je hem in die overeenkomst laat, dan weet je niet wat voor claims er op een gegeven moment kunnen komen met alle nadelige gevolgen van dien voor de lokale gemeenschappen. Wij vinden dat dat stukje bekeken moest worden. We wilden natuurlijk daarover praten. We hebben een motie ingediend, maar helaas is dat niet in behandeling genomen nog. Misschien dat het bij Newmont in behandeling genomen wordt, maar het stukje van IAM Gold is al voorbij, is al goedgekeurd.